in contact gekomen? Waarom op badminton? Ik kreeg eens een keer zo'n Sjors creatief boekje. En toen zag ik dus badminton staan en ik dacht van, nou, dat ga ik eens even proberen. Ja. En toen hebben we dus 3 proeflessen genomen. En bij de eerste wist ik eigenlijk al van, ik wil badminton. Ja, dus dat was wel leuk. Het is een best fanatieke sport. Ik ben best druk van binnen. Dus met badminton kan ik mijn drukte best goed kwijt. Dus dat is op zich wel fijn. Ik zit al iets van een jaar op badminton. Wat vind je ervan? Ik vind het heel leuk, want er zitten leuke kinderen in mijn team. En het is ook best goed voor je lichaam. Je gebruikt eigenlijk je hele lichaam om te spelen. Records met de proeflessen en toen ik er echt op ging, toen kochten we ook meteen een record. Dus ik heb nu een eigen record. Ja, is het duur, zo'n badminton record? Als het goed is, kost zo'n record 15 euro of zo. Oké, dat valt mij. Bij deze vereniging. Ja, en wat heb je meer nodig bij badminton? Een shuttle. En die koop je ook zelf, shuttles? Nee, die liggen in de bakken. Ja, zit er verschil in shuttles? Er zijn witte shuttles en gele shuttles. Ja, hoeveel uren train je per week, Lucas? Uren? Ja. Trainen of? Ja. Hoeveel uren train ik? Ik begin om 6:15 en het eindigt rond 8:00. Het allerbelangrijkste is altijd bij sport. Vind je het leuk? Ja. Ja? Wat vind je er echt leuk? Nou, het is een best fanatieke sport. Ik ben best druk van binnen. Dus met badminton kan ik mijn drukte best goed kwijt. Dus dat is op zich wel fijn.